Een van de eerste vroegste herinneringen die ik heb is dat mijn broodje ooit is gestolen door een gebruiker. Mijn roombroodje die ik daar bij de bakker had gehad. Ik word boos als ik er nu weer aan denk. En toen heeft hij hem daar van me afgepakt. Verdomme. Mijn naam is Adison de Reis. Ik speel de rol van Nando. Is dit alles wat je hebt? Wij zijn Dos Santos, vriend. Eigenlijk is het gewoon een kleine hoodwalk die ik jullie ga geven. Dus kom lekker mee. We gaan lekker checken wat er allemaal is. En kijk eens wie daar komt aangelopen. Hey, Paca Sisa. Paca Sisa. Waar kom jij vandaan? De wijk is zo veranderd en best wel gentrified. Maar tegelijkertijd is het een plek waar zoveel... Zo'n rijke bron aan verhalen. Als wij het hebben over onze jeugd, dan denk ik dat dus stuk voor stuk zijn dit series. Hoge concentratie van talent. Fijs kwam uit deze wijk. Fijs. Rest in peace. Shout out naar Fijs. Hip hop de verre gamel lijkt wel een gezel. Als ik trek, ga je op de grond als de fucking wel. Ik weet ook zeker dat als hij er nog was, dat hij Santos zou gaan checken. Of waarschijnlijk had hij een rol gehad in Santos. Wat? Waarschijnlijk had Fijs een rol gehad in Santos. Ja, man. Je weet toch, dus ook met de hoodwalk, ook met die muurschildering die er in de wijk is van Fijs. Kon je lullen over dat ik je in de steek laat? We rolden samen, maar Mattie, je bent nog steeds daar. Je kiest ervoor, je ziet jezelf nergens heen gaan. Dan wie ben ik je te zeggen dat je niet meegaat, hè? Als er een straat is die de bekendheid van Rotterdam wel vertegenwoordigt, denk ik dat Kruiskade wel één van de straten is in ieder geval. Je moet denken dat ik een oma had en mijn oma is 101 geworden en die woonde op de Capverdische eilanden. En elke keer als ik daar naartoe ging, dan begon ze over de Kruiskade. Ik kom oorspronkelijk uit deze wijk. Ik ben geboren en getogen in het Oude Westen. 3014. Kijk, heel trots nog. 3014. Dit is een beetje mijn koninkrijk. Een grote smeltpot waar allerlei culturen samenkomen. Waar je de lekkerste broodjes kan halen. Waar je de sfeer, de cultuur kan opsnijden. Waar je heel de dag mensen voorbij ziet rijden in de tram. Waar je alles kan halen wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk voor ons echt Kruiskade. En niet te vergeten, als je het hebt over Santos en je hebt het over misdaad. Dan was dit wel een drugscentrum, mag ik wel zeggen. Je kan gek jij, joh. Donder op, joh. Domme shit van je. Fuck jou, man. Glennie boy. Als kleine jongen van 5, een van de eerste vroegste herinneringen die ik heb is dat mijn broodje ooit is gestolen door een gebruiker. Mijn roombroodje die ik daar bij de bakker had gehad. Ik word boos als ik er nu weer aan denk. En toen heeft hij hem daar van me afgepakt. Verdomme. Dat was de omgeving waar we in opgroeiden. Moet je ook gewoon om je heen kijken. Dit is ook gewoon een super decor. Dit zou Hollywood niet eens kunnen nabouwen, vriend. Dit is Rotterdam, West. Oude Westen.